We zijn nu 2 maanden bezig met de disc en wat ik het allerfijnste eraan vind is dat het me letterlijk handvatten geeft om krachttraining te doen. Ik kan het gewoon lekker thuis en dat vind ik super fijn. Ik heb de disc meegenomen naar Sevilla en dat viel gewoon heel goed. Ik heb daar lekker getraind, iedere dag 10 minuten. Gewoon geen excuus, ook op vakantie, gewoon doorpakken met die disc. Ik train elke dag met de disc en vind ik leuk om te doen. De ene keer in de ochtend, de andere keer in de avond, net hoe het uitkomt. En daarnaast 2 keer in de week hardlopen. Ik voel me fit. Ik merk nu op dit moment dat het voor mij fijner is om de dag 2 keer 10 minuten achter elkaar te trainen. Dan heb ik iets meer tijd voor mezelf en ik vind 2 keer 10 minuten gewoon lekker het gevoel dat je wat gedaan hebt. En daar voel ik me een stuk beter bij. Ik ben laatste weekje naar Denemarken geweest. Daar ben ik elke dag met de disc bezig geweest. En ging ik om de dag hardlopen. En als dat niet lukte, deed ik de dag daarna gewoon 2 trainingen. Wat ook heel erg leuk is, is dat de omgeving ook ziet dat ik er fitter uitzie. En dat ik ook best een boel ben afgevallen. Dus altijd leuk om complimentjes te krijgen.